Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Zoals de titel al zegt, gaan we vandaag Nederlandse cobra's afsteken. Een paar jaar geleden zou Cafferata's op de markt brengen. Waar het niet dat er heel veel negatieve berichten kwamen vanuit de vuurwerkwereld. Ze zeiden van het is hypocriet om die Blasio Elio producten te gaan promoten. Die zorgen namelijk voor alle ellende waardoor vuurwerk ooit wel verboden gaat worden. Maar wij hebben ze hier, jongens. Eerst even wat anders. Gisteren hebben we aangekondigd dat de PTD-toortjes er zijn. En ik moet je zeggen, jullie gaan er echt super goed op. Want ze zijn bijna uitverkocht. Dus voor jullie de laatste kans. Hij is vandaag uitverkocht. Dit is dus de PTD-torch. Ik laat hem nog één keer even zien voor jullie. Hierboven ook mooi gegraveerd. Ja. PTD-logo. Hier PTD. Daar PTD. En het is dus geen sticker of zo, hè? Het is gewoon echt erin gegraveerd. En dan krijgen jullie ook het doosje gesield erbij. Nou, wij hebben ze hier, jongens. We hebben de zilveren variant. De Cobra 6 BP. Zilver. En we hebben de zwarte variant. En ik vind dit design zo ziek. Ja, het is gewoon echt. Van de 6 en van de 8. Ja, het lijkt net alsof je inderdaad die gewoon de echte cobra's in je hand hebt. Terwijl er dus volledig buskruid in zit. Gaan we eerst even naar deze. De zwarte. Dat is de Cobra 3 BP4. Daar zit in totaal 4 gram buskruid in. Kat 2. Het is allemaal kat 2 inderdaad. Officieel mag dit niet, want er staat geen Nederlandse tekst op. Maar daarom zijn we nu ook niet in Nederland. De volgende is de Cobra 6 BP Silver. En daar zit zelfs 5,5 in. Hmm. De prijs voor deze is best wel duur. Helaas gaan we ze nooit meer zien in Nederland, jongens. Want knalvuurwerk in Nederland is volledig verboden, helaas. Maar het was dus de bedoeling dat deze ook op de Nederlandse markt terechtkwamen. Is dus niet het geval. Volgens mij kun je ze alleen nog in Duitsland kopen. Ja. En wij gaan ze zometeen even testen. Ik ben heel erg benieuwd ja, of ze een beetje iets doen van dat we denken van wow, ziek. Ja. Even kijken hoor. De prijs van deze zijn best wel aan de dure kant. Want volgens mij, ik weet niet of jij nog weet Des, voor mij 15 euro per één zo'n pakje of zo. Zoiets wel hè. Ja, dat is best wel duur als je weet dat de echte cobra's met zilver, met flash erin, ongeveer dezelfde prijs bevatten. En heb je er 2 meer bij deze dan, hè? Precies. Hier, dat is het enige voordeel. We hebben 10 knallers, jongens. We gaan ze hier op locatie even doen. Mag jij zeggen welke we beginnen? Ja, die natuurlijk. Zwarte? Ja, tuurlijk. Oké, gaan we daarmee beginnen. Let's go. Nou, laten we maar beginnen. We hebben deze nog van MyPlasma. Omdat we dus die PTD-torch nog niet hebben. Maar jullie hebben hem al kunnen zien. En hij is te bestellen. Heel erg pijnlijk om dat potje eraf te halen. Nou, er is even eentje uit dan. Oh ja. Ook wel ziek. Zie je klauwen liggen. Zijn ook best wel. Zo. Ze zien er ziek uit. Dan ken je die afwerking ook, man. Heel erg lijp. En volgens mij komt er ook een soort van dinges af, man. Een soort van fonteintje, net zoals bij de. Zo dat? Denk ja, je? Man. Oké, okay. Ja. Vet hoor. Even de eerste testen. Ja. Nou, die kan je helaas niet neerzetten. Volgens mij wel hoor. Maar wel? Nee. Oh nee. Nou, hier gaat hij. Niemand? Yes. Ik ben benieuwd. Van buskruid. Hier zie je? Oh wel. Knalt al goed hoor. Ja, op zich voor rotjes. Ja. Lachen. Dat is in ieder geval de zwarte variant. Volgende. Voor rotjes zijn ze inderdaad niet slecht, man. Nee hè? Het lijkt echt alsof je een zieke cobra weggooit. Ze zijn ook namelijk best wel zwaar. Vlammetje erbij. Ze zijn wel goed hoor, gast. Op zich wel, hè. Oh, volgende. Komt alleen een soort van, ja, wat is het? Alsof er visco in zit of zo. Dat schiet weg, zie je dat? Let op. Wat een effect. Oh jee, die labeltjes schieten ook weg. Zo jammer dat ze inderdaad niet te koop zijn. Vind ik echt heel jammer, man. Ja, hè? Dat is de ene laatste alweer. Vlammetje. Ja. Cobra BP. Ja, ja. Buskruid. Zo, die.
Lachen. En de volgende. Gaan we ook even doen. Deze moet harder zijn. Zijn ook iets zwaarder. Yes? Ja. Oh, die is in het gras. Zonde, man. Oei. Ben benieuwd. Ja, gaan heel best hard. Wacht. Kom eens, wacht. Kijken. Ja. Nou, die niet op het gras. Goeie. Knetter. Oh joh. Ja, het zijn wel harder hoor. Ja. Als deze mochten, jongens, hadden we echt ziek kunnen stoken. Ja, voor Nederlandse begrippen dan. Klopt. Met een Duitse ding is trouwens eromheen, hè? Vlam. Ook in het gras, zonde man. Klein knettertje. Of helemaal niet. Ja. Nou, deze ga ik even hier leggen. Voor de... Wacht even, ook voor mij even. Ja, wacht, wacht. Ja, Cobra 6BP. De zilveren. Hoe dan? Goos, jij kan ook niet gooien, hè? Oh, ja. En die knetter is ziek, man. Zo. Ziek? Hop. De laatste, jongens. Die wel. Hè? Knettertje erbij. Ziek, hoor. Ja, jongens, als je het aan mij vraagt, is het erg zonde dat ze niet op de Nederlandse markt zijn beland. Maar ergens ook begrijpelijk, hè? Ja. Want Cafferata zou ze een paar jaar geleden dus wel op de Nederlandse markt brengen. Als dat zo was, hadden we een heel karton gehaald, denk ik. Maar omdat er heel veel negatieve berichten kwamen, vooral op vuurwerkforums en zo en allemaal winkeliers, hebben ze ervoor gekozen om het niet te doen. En het jaar daarna werd knalvuurwerk verboden in Nederland. Helaas. Maar wij hebben ze voor jullie kunnen testen. Ze zijn dus alleen nog in Duitsland te koop. Maar ik vind de knal bijzonder goed voor buskruid. Ja. Ja. Ze doen me echt een beetje denken aan de eerdere grotere rotjes. En misschien nog wel beter dan dat. Ja. Ik hoop dat jullie het ook op beeld goed hoorden. Bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze video, jongens. Morgen om 4 uur gewoon weer een video. En laat even weten wat jullie van deze knallers vinden. En of jullie ze misschien ook gehad hebben. Mogen dus niet in Nederland, dus kijk ermee uit. Maar als je in Duitsland bent toevallig en je gaat met Oud en Nieuw naar Duitsland om af te steken, dan kan je deze kopen. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer om 4 uur bij een nieuwe video. Later.